Salomo de vorige maal nu ook weer? Dat het er lelijk uitzag, hè? Nou, dat doet het dan ook. Het ziet er heel lelijk uit. Het had maar een haartje gescheeld of Paulus was ontdekt toen hij bovenop Salomo stond, die weer bovenop Oeguburu stond. Op het laatste moment kon Paulus door het raam naar binnen glippen en nu zit hij dus op de bovenverdieping van het heksenhutje en Eucalypta is beneden. Eucalypta, die eerst zo vrolijk was, is nu heel erg uit haar humeur. Ja, dat zou waar zijn. Bar uit mijn humeur ben ik. En dat is ook geen wonder. Wat hadden Oeguburu en Salomo hier te maken? Waarom stonden ze als twee apen op elkaars ruggen? Daar steekt iets achter, vast en zeker. Maar wat? Dat heb ik wel 1000 keer afgevraagd. Wacht eens, daar krijg ik een idee. Ze stonden natuurlijk op de uitkijk. Ja, dat zal het zijn. Ze stonden op de uitkijk naar mij. En waarom, als ik vragen mag? Haha, kijk, kijk. Nu krijg ik me daar opeens een idee. Als die twee vogels op wacht stonden, dan is er natuurlijk iemand binnen. En die iemand kan niemand anders zijn dan Paulus de boskabouter. Ik snap nog niet wat hij hier dan wel zou moeten zoeken, maar daar kom ik ook nog wel achter. Eerst moet ik weten of Paulus zich soms in mijn hutje heeft verstopt. Ik ga zoeken, heel goed zoeken. Ik zal alles nakijken en geen hoekje overslaan. En als ik die indringer te pakken krijg, dan... maar dat zien we later nog wel. Eerst zoeken. Ik ga hier beneden beginnen. Paulus slaakt daarboven een zucht van verlichting. Als Eucalypta eerst beneden gaat zoeken, dan kan het nog wel even duren voor ze naar boven komt. Paulus zit onder een tafeltje en hij heeft het tafelkleedje een eindje naar beneden getrokken, zodat hij zich daarachter kan verstoppen. Hij hoort de Eucalypta nu beneden rondrommelen. Ze maakt daarbij nogal wat lawaai. De laden van alle kasten trekt ze één voor één open. Ze gluurt in kisten en dozen en vazen. Ze kijkt in bloempotten en achter de boeken. Ze zoekt heel grondig. Het is wel duidelijk dat ze nog niet direct klaar zal zijn. Paulus probeert uit te rekenen hoe lang Eucalypta nog werk zal hebben. En terwijl hij rekent, probeert hij tegelijkertijd uit te maken wat hem te doen staat. Ja, het beste zou natuurlijk zijn om er als de wind vandoor te gaan. Dan was ik van alles af. Maar hoe? Door de deur is onmogelijk, want dan zal ik langs Eucalypta moeten sluipen en dat lukt me nooit. Het raam uit, dat zou het enige zijn. Alleen zal ik dan moeten springen, want nu staan er geen Oeguburu en Salomo weer buiten. Springen in die duisternis. Ik heb er helemaal geen zin in. En bovendien, dan ben ik wel in veiligheid, maar dan heb ik mijn doel niet bereikt. Ik zou immers een tovermiddeltje opscharrelen voor onze eend. Ja, ja, dat heb ik beloofd en ik moet woord halen. Er zit dus niets anders op. Ik moet hier blijven. Maar oppassen is de boodschap. Eucalypta mag me niet te pakken krijgen. Nee, dat niet hoor. Ik moet dus een list bedenken. En gauw, voor het te laat is. Paulus denkt dus wat hij kan. Er komen diepe rimpeltjes in zijn voorhoofd van het piekeren. Het valt niet mee. Het is verschrikkelijk moeilijk om een goed soort list te bedenken als je haast hebt. Daar moet je eigenlijk rustig de tijd voor nemen, dat weet iedereen. Maar Paulus heeft geen tijd. Als hij niet heel gauw iets verzint. Liefst nu, op dit moment. Hondendikkie, oh, wat hoor ik dan nou? Ben jij hier binnen, Paulus? Ja, dat ben ik. Is er iemand? Ik ben het, Oeguburu. Ah, gelukkig, Oeguburu. Tjonge, wat ben ik blij dat ik je stem hoor. Waar zit je ergens? Ik zit in het raam, Paulus. Goed dat je het zegt, ik zie je helemaal niet. Maar ik zie jou wel, Paulus. Heel goed zelfs. Je zit onder dat tafeltje. Ja, dat zit ik. Salomo en ik maakten ons erg ongerust over je. En nou ben ik gekomen om je te halen. Om mij te halen? Natuurlijk, je moet hier weg. Zo gauw mogelijk. Voor Eucalypta naar boven komt. Klim maar op mijn rug. Doe graag, Oeguburu. Niets liever dan dat. Ik zit reuze in de benauwdheid. Dat begrijp ik, Paulus. Maar voort. Ja, ja, ja. Ik kom al. Dat wil zeggen. Oh, nee. Nee, dat gaat niet. Ik kom toch niet. Waarom niet, Paulus? Er is geen tijd te verliezen. Vooruit nou. Nee, Oeguburu. Het spijt me wel, maar het gaat echt niet. Het tovermiddeltje voor de eend heb ik nog niet. En zolang ik dat niet gevonden heb, ga ik hier niet weg. Dat is belachelijk, Paulus. Een kabouter, een woord, Oeguburu. Maar jij verkeert in het grootste gevaar. Dat weet ik wel, maar er is niks aan te doen. Ik blijf. Als Eucalypta je te pakken krijgt... Oeguburu,
zit nou niet te kletsen. Bovendien schiet me juist iets te binnen. Als ik maar een draad had. Een lange draad. Waarom een draad, Paulus? Wat moet jij met een draad? Die heb ik nodig voor een list. Waar is een draad? Kan jij me niet eventjes helpen zoeken? Jij hebt scherpe uilenogen. Zie jij nergens een draad? Jawel, jawel, die zie ik. Wacht, ik kom even binnen. Hier ligt erin. Ja, alsjeblieft. Daar heb jij de draad. Dankjewel, Oerboel. Mooi zo. En als ik nou even op je rug mag klimmen? Ga je toch met me mee? Nee, het is alleen om bij die oude petroleumlamp te komen. Lieve help, wat moet je nou weer met die petroleumlamp? Vraag nou maar niks, Oerboel. Ik heb toch geen tijd om het je uit te leggen. Ja, dat ziet Oerboel ook wel in. Hij laat Paulus dus op zijn rug staan en nu knoopt het boskaboutertje met de tong uit zijn mond gauw het ene eind van de draad vast aan de oude petroleumlamp. Als hij daarmee klaar is, wipt hij van Oeguburu af en schiet weer vliegensvlug onder het tafeltje. Het andere eind van de draad houdt hij stevig in zijn hand. Oeguburu zou nog van alles willen weten en dat is ook wel te begrijpen. Maar juist op het moment dat hij Paulus weer wil gaan uitvragen, horen ze gestommel op de trap. Eucalypta komt naar boven. Er is niets aan te doen, Oeguburu moet Paulus weer alleen laten. Met één sprong is hij het venster uit en suist weg op zijn uilenvleugels. Paulus blijft achter in elkaar gedoken. Hij maakt zich zo klein mogelijk en houdt zijn adem in. Daar beneden is geen spoor van Paulus. Nou, ga ik dus hierboven alles nakijken. En als dat kleine kaboutertje hier verborgen zit, dan zal ik hem vinden, geloof dat maar. Wat is het hier donker? Ik zie haast niks. Au, dan stoot ik mijn arme tenen. Ik moet licht maken. Waarom heb ik nou op een kaars beneden laten staan? Suffer die ik ben. Nou ja, er hangt hier nog een oude petroleumlamp. Die zal ik er maar aansteken. Gelukkig ben ik zo slim geweest om wel mijn lucifers mee te nemen. Ja, waar heb ik die nou? Ja, juist, ja, hier zijn ze. Nou, wat draait. Nou laat ik het doosje nog vallen ook. Alsjeblieft, Eucalypta, de lucifers. Ja, dankjewel, ja, zeg zo. En nou die lamp aan. Zo, zo, ik hoop maar dat er nog wat petroleum in zit. Want anders... wat is dat nou weer? Ja, daar staat Eucalypta nu met een open mond en met een brandende lucifer in haar hand naar de petroleumlamp te staren. Er is iets met die lamp. Het ding beweegt heen en weer. Heel zachtjes, maar toch duidelijk merkbaar. Eucalypta brandt haar vingers aan de lucifer. Grommend gooit ze het ding weg en steekt een andere aan. De lamp blijft bewegen, er is geen vergissing mogelijk. Hij zwaait van links naar rechts en de zwaaien worden steeds groter. Daarbij begint het ding op een allerakeligste manier te rammelen. Dat wil zeggen, natuurlijk is het een doodgewoon lampengerammel, maar Eucalypta vindt dat het bijzonder akelig klinkt. Oh, lieve genade, die lamp is behekst. Dat kan niet anders. Die lamp is aan het spoken. Wie heeft het op mij voorzien? Straks springt hij nog op mijn hoofd. Au, au, daar brandt die lucifer me weer. Nou zit ik nog in het donker ook. O, lamp. Lieve, goeie, beste lamp. Heb toch medelijden met een arm oud vrouwtje. En zeg maar wat je van me wilt. Ik zal alles doen wat je beveelt. Alles. Op mijn woord. Dan beveel ik je een uur lang roerloos op deze plek te blijven staan. Roerloos, heb je dat begrepen? Ja. Ja, ik heb het begrepen. En ik zal het doen. Roerloos. Dus, ik zal me niet bewegen. Dat is dan afgesproken.